in de stal en het is koud en het is avond. En we staan... Oh, daar komt iets aan. Ja, daar komt iets aan. En dat is onze Jos. Jos? Ja, Jos. Jos is de voer aanschuifrobot. En kijk maar. Doe maar even. Oh, leuk. Wat doet hij? Kijk, een heel klein beetje schuift hij het voer aan. Dat betekent dus dat de koeien altijd vers voer hebben. Oh, dus alles wat ze naar voren schuiven, dat schuift deze weer terug, zodat ze weer lekker er goed bij kunnen. Ja. Maar de koeien liggen nu allemaal. Gaan die straks vanzelf weer die eten? Die komen al in de binnen. Die hebben al in de gaan. Die zien Jos aankomen? Aan de andere kant staan er al wat. Die zien Jos al aankomen. Dus die denken van, hey Jos, kom eens hier. Wat grappig. En dit gaat allemaal automatisch? Dit gaat allemaal automatisch. Dit wordt ingesteld. Elke 2 uur gaat hij de stal in. En dan gaat hij het voer aanschuiven. Ja, dus Jos is klaar in deze stal. Waar gaat hij dan heen? Ja, deze voergang is nu klaar. Hij gaat nu de stal uit. Hij gaat dus naar buiten. Buiten en ook op de voergang zitten sensoren in de grond. Dus hij weet de weg precies. En als, nou rijdt hij dus. Hij tilt de rok op. Die rubber, die rubberflap eraan, zeg maar. Ja. Daar is dan de rok. Die tilt hij nu buiten op. Want anders dan, krijg je daar extra slijtage natuurlijk. Die tilt hij op, dan gaat hij naar de andere stal. En daar gaat hij daar ook het voer aan schuiven. En is hij daar klaar, gaat hij weer terug naar zijn hok, naar het oplaadpunt. En dan wordt hij opgeladen. Hey Esther, maar dit is eigenlijk iets voor luie boeren. Ja, wat heet luie boeren? Het is eigenlijk voor de koeien. Ze hebben dus elke 2 uur krijgen ze vers voer voor het hek. Dus elke keer wordt er een stukje aangeschoven. Dit is een gemengd rantsoen. Er zit mais, gras, pulp, tarwegist, mineralen. Er zit van alles in. En dan is het natuurlijk wel het mooiste dat je constant voer voor het voerhek hebt liggen. En door deze voeraanschuifrobot heb je dat dus. Plus dat er 's nachts ook door wordt gewerkt door de Jos. Ja, precies. Kijk, de koeien wachten er gewoon al op. Ze weten het al precies. Ja, zag je die... Al, zie je dat? Want die vreet al van wat ze hebben aangeschoven. Ja, die denkt lekker vers. Ja, lekker vers. Nou, weet je, je hebt gewoon nu ook 's nachts vers voer voor het hek liggen. Want de koe vreet 's nachts net zoveel als overdag, hè? Oeh. Wist je dat de koe gemiddeld maar 10 minuten slaapt? Dat is niet veel. Nee,